van Zaalster. We staan hier bij Karel van den Doelen uit Heverlee. Karel, wij zijn van Radio Signaal, dus wij zijn ook uit die streek. Karel, wat is de bedoeling vandaag van deze wedstrijd voor jou? Het is de mijn vierde koers, dus ik ben benieuwd. Ik hoop zeker uitrijden en ik zie wel wat er gebeurt. Ik ben benieuwd. Heb je een team rondom jou of ben je alleen individueel? Ik rijd bij Team Sectivity. We zijn hier met nog wel een paar goeie die ook zeker kans maken, denk ik. Dus ik ben benieuwd. Heb je het toertje al afgereden? Nee, ik was een beetje laat, moet ik eerlijk zijn. Dus ik heb een stukje verkend. Maar het ziet er wel tof uit, vlak. Maar ja, dat is goed. Waar hoop je zelf op? Een massasprint? Of, Ik denk dat voor mij, ja, als er een kopgroepje wegrijdt, zal het peloton wat rustiger gaan rijden. Hoop ik dan. Maar een massasprint is ook altijd leuk. Dus mag van mij allebei. Je zit wel in een team dat mee als favoriet gerekend wordt, dacht ik, hè? Ja, dat klopt. Dus tuurlijk, ik hoop dat zij in een kopgroepje weg kunnen geraken, iemand van ons team. Dat zou mooi zijn. Maar als dat massaspurt wordt, dan weet ik het niet wie er zou gaan winnen. Wat ga je dit jaar nog presteren of proberen te rijden? Ik rijd sowieso nog de BioRacer Wallonie Tour, die is al zeker. En dan hoop ik nog wel wedstrijden van Cycling Vlaanderen in augustus te kunnen rijden. En in september ook nog wat. En ja, wat VWV, ECW wedstrijden, dat soort wedstrijden hoop ik. En naar de toekomst toe, waar hoop je zelf op? Steeds beter te groeien en steeds meer beter leren koersen. En ja, hopelijk kom ik een keer in de top 10 en dan en zo verder bouwen en dan zien we waar we uitkomen. Nu maar rap naar de start of je wordt al direct op achtervolging aangewezen. Inderdaad. Merci.